Deze week behandelen we de wet werken naar vermogen. Dat is een wet die erover gaat om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dat wil de Partij van de Arbeid heel erg graag. Maar het kabinet is erin geslaagd om zo'n slechte wet te maken. 1,8 miljard bezuinigingen. Geen banen voor de mensen. Geen opdracht aan de werkgevers. En de gemeenten komen gigantisch in de knel. Daarom hebben we deze week een alternatief voorstel naar voren gebracht. Wat wij willen is namelijk dat er een fonds komt, betaald door de werkgevers, zodat er banen voor de mensen kunnen komen. Als de werkgevers zelf iemand in dienst nemen, krijgen ze vrijstelling. Zo krijgen we en het geld voor elkaar en de banen. En is het goed geregeld voor de arbeidsgehandicapten om wie het gaat.